Ik kreeg ook allemaal van die informatie-downloads. En dan lag ik daar en dan zat ik alleen maar, oh dat, ja oké, dat is goed, ja dat kan ik, ja al ga ik doen. Allemaal informatie, ook over de wereld en het heelal en van alles en nog wat. Alles, van het kleinste minuscule miertje op aarde. Dat kreeg ik ook heel erg mee van, it is what it is and that's okay. Dus als je gewoon alles kan accepteren zoals het is, dan, en zegt het is allemaal oké, dan laat je het en dan kan je in die stroom gaan en dan hoef je niet meer zoveel moeite te doen voor van alles en nog wat. Want toen dacht ik, ja, angst, ik stap erin, ik wil dat aangaan. En toen zag ik mezelf in de spiegel. En toen dacht ik, oh ja, daar zit mijn angst natuurlijk bij mijzelf. Ik ben dat zelf. Oké. Mariska is bij ons op een ayahuasca-ceremonie geweest. En in deze video vertelt ze graag haar ervaring. Dus vertel, hoe ben je bij ayahuasca gekomen? Oké, ik had er wel van gehoord, van ayahuasca, maar het zei me niet echt iets. Want ik dacht, het is allemaal met shamanen en in het regenwoud. En het is allemaal heel erg eng en drukserig. Dus ik had er niet echt over nagedacht, verder meer. Maar toen zag ik jou voorbij komen op Facebook. En toen dacht ik, hè? Nou, best wel een business-like-achtige dame met heel erg blond haar en die doet iets met ayahuasca. En toen was ik gelijk geïnteresseerd, dacht ik, oh, oké, dat bracht het wel wat dichter bij mij, zeg maar. En ja, toen ging ik op je site kijken en toen ging ik dingen lezen en toen dacht ik gelijk, oh ja, dit moet ik gaan doen. Eng, maar ik moet het wel gaan doen, want ja, het riep me, zeg maar, want dat werd gezegd. Ik ging ook allemaal dit soort filmpjes bekijken van mensen met ervaring en dan dacht ik, ja, ik ga dat doen. Ja, dus. En toen kwam je bij ons aan, hoe heb je dat ervaren? Nou, ik was met een vriendinnetje gegaan, want die zei opeens, ik vertelde het over, en ze zei, nou wat toevallig dat je dat zegt, want ik ken iemand en die heeft het ook altijd over en dit is geen toeval en ik ga mee. Dus ik was al, dacht, oh wat fijn, dan hoef ik niet helemaal alleen. En ja, dus wij waren wel heel nerveus, we gingen met de trein en... we zeiden de hele tijd, we kunnen ook in de trein blijven zitten, dan gaan we gewoon naar Düsseldorf of zoiets. Maar nee, we gingen natuurlijk daarheen. En toen we aankwamen zaten er al heel relaxed mensen buiten en die hadden allemaal al een ervaring gehad. Dus dan dacht je, oh, oké, nou, dat zijn wat mensen met ervaring, wat fijn. En sommige heel lief de mensen die je verwelkomen en zeiden van, nou, dit gaat er gebeuren. Het was allemaal heel goed uitgelegd wat er ging gebeuren. Dat vond ik heel fijn dat we even zo'n soort briefing hadden en ook... wat we doen als er iets heel angstigs op je pad komt. En dat heb ik heel goed onthouden, want het was van zeg hoi tegen je angst en kijk wat er gebeurt. En dat wilde ik ook heel erg in mijn ervaring gaan doen. Dus dan ga ik gewoon zeggen hey, hoi. Dus ik hoopte eigenlijk zelfs dat ik iets engs zou tegenkomen. Wat niet echt het geval was, eigenlijk. Maar ja, vervolgens spannend, want dan heb je je matrasje uitgezocht en dan denk je hoe. En dan je intentie dan vertellen. En dat vond ik ook mooi, dat we allemaal een kaarsje moesten branden. En toen was het op hop en liggen en wachten. En ik wachtte en wachtte. Ik lag ook een soort tot aan mijn zo van oké, ik sta hier open voor. Maar ik lag wel echt zo. Zo open was het eigenlijk helemaal niet. En er gebeurde gewoon voor mijn gevoel niks. Ik hoorde mensen om me heen, er gebeurde van alles. En ik dacht de hele tijd, nee, ik heb nog steeds het stemmetje. En ik vind nog steeds sommige dingen stom. Of gedachten over hele andere dingen dan dat. En ik dacht, nee, dat is niet goed. Of, nou, nee, niet goed, maar wanneer zie ik iets? Oh, ik zie iets. Oh, nee, ik zie het toch niet. Of het is alweer verdwenen. Of zag ik nou echt iets of niet? Nou, ik wist ook niet hoe lang ik daar al lag te denken. Gebeurt er nou wel wat of niet? Toen ik even een seintje gaf en toen kwam Carla naar me toe en zei van ja, je ziet er nog best wel helder uit. Ik zeg ja, het werkt niet hoor. Ik zeg wanneer komt de tweede ronde? En ze zei ja, om 4:30. En ik dacht, dat zegt me niks, 4:30. Ik weet niet hoe lang ik hier al lig. En toen zei ze, nou, ik mocht nog eentje, nog een theetje. Dus dacht ik, nou goed zo, dan, want er werd ook gezegd, als je, nou, neem dan nog één om over die edge te gaan en dan dacht ik beter. Dus toen heb ik de tweede genomen en toen begon het wel te komen, maar ik had gelijk een soort alsof iemand zo'n hand zo op mijn hoofd had en een beetje zo drukte en vooral ook zo hier zo en dat ik opeens dacht, oh, ik zit heel erg in mijn hoofd. En dat had ik niet verwacht dat ik altijd heel erg omhoog zat, maar dat was dus zo. En een control freak, want ik wilde dat in het begin dus niet toelaten eigenlijk. Want het is er niet, komt dit, komt niet. En toen ik dat een beetje losliet, dacht ik oké, nou, nu kan het gaan beginnen. En, maar ik dacht altijd van hallucinaties, dat zijn dan van die beelden en galopperende paarden en weet ik veel, allemaal dingen die je dan ziet. En ja, ik had een heel ander beeld bij hallucinaties, dus ik dacht ook van, is dat nou wel iets? Want ik zie wel beelden, maar is dat wat ik zou moeten zien? Dus ik ging nog heel erg nadenken over, van, zie ik het wel goed? En toen ik toch dat een beetje losliet, dacht ik, nou, ik zie het wel, het komt maar op me af en dan zie al wat er gebeurt. En toen zag ik opeens allemaal heel veel gekleurde balletjes zo uit het plafond komen, zo naar beneden. Zo gedruppeld, zo als een soort regendans, allemaal van die lampjes. En toen dacht ik, oh, dat zijn wij. Dat zijn wij. En vervolgens zag ik allemaal van die glazen buizen. Heel veel. En dan gingen al die balletjes in. Zo ploep, 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 ploep. En dan volgde ik die balletjes. En dan dacht ik, dat zijn wij. Dat is de wereld. Dat zijn die geluidsbuizen. Dus dan kom je in. En dan ga je een bepaald pad in met balletje. Er kwamen balletjes bij. Dan gingen balletjes weer weg. En alle verschillende kleuren balletjes. En toen dacht ik, oké. Dus eigenlijk zijn we hier nog helemaal vrij. En als we op de aarde komen, komen we in een glazen buis. En moeten we dus het pad af. En komen daar, op, als je dat wil, mensen bij, mensen niet bij, weg. Zo, dat vond ik heel duidelijk. Ik dacht, ja, oh, dat is het dus. Jammer dat we in die buizen moeten. Maar oké, dat is dus dat is een soort knikkerspel, zag ik het voor me. En nu had ik ook over die glazen dingen gesproken. Best wel last van mijn maag. Ik had heel veel stress en dat slaat het op mijn maag. En ik had die hele week heel erg stress gehad en toen dacht ik, ja, is dat dan wel handig met die thee? En dat was allemaal geen probleem. En toen zag ik ook in mijn maag als zijnde glazen buisjes. En dan kwam ook, poep, er kwam iets in en dat liep dan zo keurig zo rond, zoals een soort knikkerbaan. En opeens was er zo'n buisje verschrompeld en daar kon het niet doorheen, het stopte. En toen hoorde ik, of had ik in de gaten van, oh, ik doe dat zelf, ik maak dat buisje. Knijp ik fijn en dan loopt het niet meer. Het stopt. En dan zag ik ook wat daarachter dan zat te wachten van, hey, wat gaan we doen? Er komt niks. En die raakte allemaal in paniek en dat ging allemaal fout. Toen dacht ik, oh, dus zo ziet het er dus uit voor mij van binnen als ik gestrest ben. En dat doe ik dus zelf. En ja, toen dacht ik ook nog, oh, ik ga dingen vragen, want dat kon ik dus. Ik ging wel dingen vragen. Ik dacht, hoe zie je er eigenlijk uit? Ik heb moeder ayahuasca, wat kan ik me daarbij voorstellen? En toen zag ik een hele woeste vrouw. En ze had een hele lange dreadlocks, zo'n beetje zo'n Indiaanse vrouw. En die wapperde met die dreadlocks en er kwam allemaal energie uit. En ze was heel erg stoer, maar ook heel warm en ook grappig. Het was echt een soort, ja, een soort Amazone-achtige powervrouw. Toen dacht ik, oké, dat ben jij. En toen dacht ik de hele tijd, maar bedenk ik dat nou zelf dat jij dat bent? Of is dat echt zo? Die twijfelde ik ook de hele tijd. Maar dit verzin ik natuurlijk allemaal zelf, of niet? Maar ja. Ja, ik kan me voorstellen, er zitten mensen te kijken en denken, ja, hartstikke leuk. Maar wat heb je eraan? Wat heb je gehad aan de reis? Nou, ja, eigenlijk dat we allemaal gewoon wat kalm moeten doen en het is allemaal niet, het is gewoon een spel en je mag daar zelf in meespelen en je mag het zelf invullen naar gelieven en alles is mogelijk. En ja, dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles en dat je bent je eigen grootste vijand, je bent je eigen grootste liefde, je bent je eigen grootste angst. En als je weet dat jij dat bent, dan heb je daar dus controle over, wat ik dus graag schijn te hebben. Maar ja, dat je het leven zo makkelijk kan maken als je zelf wil en zo mooi maken als je zelf wil. En ja, nou, dat er wel degelijk zoveel moois is, meer dan dat wij kunnen zien en waarnemen en dat er werelden zijn waar we geen weet van hebben, maar het is allemaal zo groot en zoveel belangrijker dan wij denken dat we zijn. En dat we hier rondlopen denken, wat moet ik doen? En dan, die antwoorden zijn er. En die zijn, ja, die zijn er voor iedereen. Of iedereen kan daarachter komen. En ja, ik heb er veel aan gehad. Ook over hoe ik in het leven sta en hoe ik nadenk over mensen. En, ja, dat je ook gewoon niet over die kleine dingen. Ik denk, jezus, waar maken mensen soms aan drukte om niks? Dat zonde. Ja. En ja, ontspan gewoon een beetje. Ga een beetje kijken en genieten. Ja. Dit is eigenlijk meestal de grootste benefit van ayahuasca. Dat je denkt, oh jee, wat maak ik me druk om niks. Ja. Omdat je eventjes in het grotere geheel wordt getrokken. Ja, je hebt het gezien. Je hebt het... Ik kreeg ook allemaal van die informatiedownloads. En dan lag ik daar en dan zat ik alleen maar, oh dat, ja oké, dat is goed. Ja, dat kan ik. Ja, ga ik doen. Allemaal informatie ook over de wereld en het heelal en van alles en nog wat. Alles, van het kleinste minuscule miertje op aarde. Nou, ik weet het eigenlijk ook niet, want het was zoveel informatie dat ik de informatie snapte en wist op dat moment dat het binnenkwam en dat ik dacht, ja oké. En daarnaast dacht ik ook nog van, maar wat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik weet helemaal niet wat ik nu allemaal binnenkrijg, maar het is wel goed. En het zal wel op zijn tijd wel eruit komen of als ik het nodig heb dan, maar het zit daar dus nu gewoon en het zat daar misschien altijd al. Dan was het even een soort herinneringetje van, weet je nog, dit hè? Hey, dat zit daar dus. En dus ja, een soort tools heb gekregen van, weet je, wat er ook gebeurt in het leven, ik kan daar wat mee. Of het nou goed of slecht is, het is allemaal goed. En dat krijg ik ook heel erg mee van, it is what it is and that's okay. Dus als je gewoon alles kan accepteren zoals het is, dan, en zegt het is allemaal oké, dan, dan laat je het en dan kan je in die stroom gaan. En dan hoef je niet meer te, zoveel moeite te doen voor van alles en nog wat. Ja, en ook vooral dat labelen, dat doe je automatisch. Dat, dit is dat en dat is zus en dat is zo en dat is zus en ik vind dit en dat. En ja, het is zo en je kan heel erg je gedachten over laten gaan en boos worden of vreugdevol of wat dan ook. Maar het is gewoon zo en je hebt keuze wat je ermee gaat doen. Dus iets negatiefs kan je kiezen, ga ik hier in een drama zakken of kan ik ook denken, oké, wat is hier de tegenovergestelde richting van, want daar wil ik dus naartoe, want dit wil ik dus niet, dus waar ga ik dan wel naartoe? Dus ja, het gewoon een beetje laten zijn en dat is allemaal goed. En dan kunnen de dingen ontstaan. Dan hoef je niet te battelen, zeg maar. Dat hoeft eigenlijk niet. Nee. Je hoeft niet te vechten. En nu had je ook iets met André van Duin die vandaag voorbij kwam. Dat vond ik zo grappig klinken. Ja, dat was ook omdat ik zo in mijn hoofd zat de hele tijd. En nog steeds ook wel dat ego-stemmetje. En toen was het een beetje de opdracht van dat stemmetje moet even dicht. Of gewoon even, daar moet wat mee, want dat zit je in de weg. En dan merkte ik heel erg van, oh, ik denk nu hierover na. En oh, en toen... waren er een paar andere oplossingen die ik had aangedragen, die werkten niet helemaal heel goed. Totdat ik iets had van, ik moet zorgen dat het stemmetje, dat ego-stemmetje, dat iemand is die ik niet per se heel leuk vind, maar ook niet heel irritant, maar gewoon erg aanwezig is. En dat ik dan denk, oh, daar ben je, ik zie je. En gek genoeg was dat... André van Duin. André van Duin, die mijn ouders hilarisch vinden en ik heb altijd iets van, maar, nou oké. Maar dus ik vond het wel gek dat ik hem had. En vervolgens was elke keer als ik maar ergens een gedachte over had, was het André van Duin die dat zei. Of ik zag hem staan en dat zeggen wat ik dacht. En dan moest ik dan zo hard om lachen en dacht, André van Duin zit nu gewoon in deze ervaring. En elke keer betrapte ik mijzelf, dus dat ik aan het oordelen was of iets aan het bedenken was. En dat ik dacht, dat doe ik dus nu, want kijk, want hij is er. Dus ik ben het nu aan het doen. En dus ik heb heel hard gelachen ook. En ja, ik vond het echt heel grappig. Hij ging op een gegeven moment wel weer weg, gelukkig. Maar nu zie ik hem elke keer denken, het is allemaal helemaal grappig. Ja, dat was echt grappig. Ik heb ook heel erg gelachen. Ik vond het ook een grappige ervaring, want af en toe werden de dingen zo neergezet, maar zo grappig. Dus ik dacht, oh ja, het is gewoon lucht, grappig. Ik vond moeder Ayahuasca grappig, zij vond mij grappig. Gewoon echt iets van leuk. Dus ik had ook, nogmaals, geen enge dingen. Ik had één keer, zag ik iets engs en toen zei ik, hallo. En toen verzandde dat, was opeens werd het zand en dat verzandde zo. Dat ik dacht, nou dat is ook makkelijk. Ik dacht, nou kom op met die angst. Maar dat was ook nog wel een mooie, want toen dacht ik, ja angst, ik stap erin, ik wil dat aangaan. En toen zag ik mezelf voor de spiegel. En toen dacht ik, oh ja, daar zit mijn angst natuurlijk, bij mijzelf. Ik ben dat zelf. Oké, nou dat was het. Dus het was helemaal geen angstige ervaring. Nee, helemaal niet eigenlijk.